Het water stond tot hier. Maar helaas is ons bed ook op deze hoogte. Dat is allemaal nat. In Koen op de Camping bezoek ik verschillende campings in Nederland. Nu ben ik in Zuid-Limburg, in Meersen. De campinggasten zijn geëvacueerd. En het water stond hier een halve meter hoog. Maar op dit moment is het alweer aan het dalen. We hebben natuurlijk corona gehad, dus de brasserie is al dicht geweest. Vorig jaar corona, en de camping gesloten, dus het is allemaal geen feest. En dan dit? En dan dachten we, dit wordt ons seizoen. Maar goed, zo positief zijn we nog steeds. We verwachten gewoon vanaf maandag onze gasten weer te kunnen ontvangen. En dan gaan we er gewoon voor, maken we een mooie zomer van. Want hoe zit het met de schade? Ik denk dat het wel meevalt. Het zal vooral in manuren zitten om alles wel netjes te maken. Maar er is tot nu toe weinig kapot. Ja. Maar als ik naar uw campinggasten kijk, het water staat tot in de tent. Ja. Een halve meter hoogte heb ik gezien. Ja. Ja, daar gaat alles stuk. Waar we nog tijd hadden, hebben we het hoog gezet. Ja. En anders is het ook voor die gasten een verzekeringskwestie. We zijn al 2 uur bezig om het schoon te maken. Het water stond tot hier. Maar helaas is ons bed ook op deze hoogte. Dat is allemaal nat geweest. Nog. Hoe voelt u zich hierover? Eigenlijk triest. Ja, voor mezelf, maar nog meer voor mijn vrouw. Het is ja, erg. En wat raakt u vooral dan zo daar? Alles. We komen uit Friesland. Ja. Nou, dat is nog niet zo erg natuurlijk, maar ja. Heel misschien proberen we nog een weekje hier te staan. Maar uw vakantie is voorbij? Ja, plezier eraf. Als er geen corona zou zijn, zou ik u even een knuffel geven. Oh, nou, misschien een buiten beeld. Dit was de speeltuin, maar toen ik voor het eerst beelden zag, toen dacht ik wel echt zo van, daar gaat je vakantie. Hier kom je niet voor. Ja. Dit is een soort van zwembad. Als je een zwembroek bij je hebt, dan kan je gewoon vol gaan zwemmen. Hoe houden we toch de moed erin als campinggasten? Gewoon genieten van wat je hebt, want we hebben net een boswandeling gemaakt en dat ziet er nog veel gewoon cool uit. Dus doe wat je hebt en maak er alsnog het beste van. De moed erin houden is gewoon doorzetten en dan goed kijken waar je je tent zet. En dan ja, als het niet doorgaat, dan ja, accepteren, anders niet. Iedereen hielp iedereen. Ik moet zeggen, dat was echt wonderlijk. Want er gebeurde iets op die camping wat ik nog nooit meegemaakt heb. Ja, die staan klaar met koffie. Wat kunnen we doen? Die zelf ook in de troep zitten. Ik was met de caravan sjouwen, ineens liepen de 5 meter sjouwen. Het prachtig, was toch? Ja, dat is, daar word je warm van. Kopje koffie aanbieden, van komen jullie even gezellig even zitten, eventjes. Ja. Ja, zo help je elkaar. Zo hou je de moed erin. Ja, en zo blijf je lachen, hè? En uw vakantie zit er niet op, u blijft gewoon hier staan. We blijven hier gewoon staan. We staan hier nog 14 dagen, dus we verwachten gewoon de zon. Wat en mooi. Dan zijn wij het zonnetje. Heel fijne vakantie toch nog. Dank u wel.